Goh, Sander, heel even het mondkapje af. Ja. Lekker is dat, hè? Ja, goed. Weet je, met of zonder mondkap, weet je, dat maakt op dit moment even niet zo heel veel uit. Ik ben super trots op de jongens, zeg maar, zoals ze gepresteerd hebben. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ondanks dat we toch het toernooi uit zijn gevlogen der kampioenen. Maar ik denk als je zo weinig ritme, wedstrijdritme hebt en zo hard hebt getraind zoals wij hebben gedaan. Tot de eindfase dat vol kan houden. Ook hun continu achter de feiten hebben moeten lopen. Dus ook hun continu onder druk hebben moeten proberen te zetten. Ja, dan overeerst dat in plaats van een mondkapje, Leo. Eerlijk is eerlijk. Begin van de wedstrijd werd gelijk wel door de arbitrage een stempel erop gedrukt. Want Dave Stedt kreeg rood wegens Hens. Ik noem het vermeend Hens, want volgens mij kreeg hem in zijn zij. Ja, volgens mij ook. Ik heb Dave eerlijk gezegd nog niet gevraagd. Maar dat zijn die kleine dingen, die moet je nou eens een beetje meezitten. En je krijgt dan in dit geval scheidsrechters. Die zijn te gast bij Intermovies, daar het Real Madrid van het zaalvoetbal. Die zijn onder indruk. En als dat soort dingetjes vallen, wij hebben het helaas ook gehad in Litouwen. Dan is bij de ene keer de rode kaart en de andere keer niet. Dat pakt dan niet in je voordeel uit. Nogmaals complimenten daarna voor Levi Rood. Want ja, val maar even in, want je bent in de hal, Leo. Het is hier volgens mij -3. Dus je moet gelijk daar gaan staan. Je krijgt gelijk een bal om je oren. Vind ik heel knap dat die jongen zich gepakt heeft. Maar goed, het is jammer dat we niet Dave hebben mee kunnen nemen in de hele wedstrijd. Want Dave Stedt is gewoon een ervaren doelman, die is gewoon een klasbak. Ja, en die had ons in bepaalde fases misschien net iets meer langer in de wedstrijd kunnen houden. Maar dat zullen we nooit meer weten. Ja, dat zullen we nooit weten inderdaad toch. 6-2 vind ik een uitstekende uitslag. Want laten we wel zijn, Hovo Cubo moet je bestempelen als een professionele amateurploeg. Terwijl je tegen full professionals heb gespeeld. Nou ja, ik denk dat je gewoon mag zeggen dat wij amateurs zijn uit Nederland tegen full prof uit Spanje. Ja. Die full profs die zijn op z'n zacht gezegd in competitie. Niet alleen in de Champions League, maar ook in de Spaanse competitie. Die gewend zijn aan elke week wedstrijden te spelen. Soms wel 2 wedstrijden in de week. Grote selectie. Nou ja, als je dan ziet dat wij tot de eindfase zeg maar, nog mee proberen te voetballen. En in fases ook gewoon voetballen mee kunnen. Ja, dan ben ik echt niet alleen blij, maar ook gewoon echt trots. En het jammer van het verhaal is zeg maar, dat je nou ook wat geluk moet hebben. Want we vergeten ook dat wij gewoon de eerste helft ook gewoon vier keer alleen 1-op-1 lopen met de keeper. Ja, in dit soort wedstrijden moet je daar eigenlijk gewoon minstens 2 van maken. Ja, waar wij dat net niet doen en zij in de tweede helft bijvoorbeeld met de 4-2 stand wel even in het zadel worden geholpen. Ja, dat is net aan de nekslag. Dat is gewoon zuur. Maar nogmaals, de stand kan ik leven, 6-2. Alleen ik denk dat de mensen die gekeken hebben, ook gezien hebben dat wij ook nog heel veel voetballende kansen meer hebben gehad om de stand iets draaglijker te maken.